We hebben al een uitgebreide uitzending gezien van de Spiegeltent. Zeker. Maar wat gaat er vanavond nou gebeuren? Omroep Dommeland Nieuwsflits. We hebben jullie verteld in die vorige uitzending hoe het tot stand is gekomen. De koop en hoe ver we zijn. En vanavond gaan we beginnen met de opening van het dorpsfeest. De opening van het dorpsfeest wil zeggen, het ruim 4 weken programma gaan we openen. Met een korte inleiding, de burgemeester, muziek en dans. En na de pauze gebeurt het hele grote. Dan wordt de Jonkers van der Velde Cultuurprijs 2023 uitgereikt. Die prijs is in 2010 door Ton en Nien Jonkers in het leven geroepen. Die is toen in 2010 uitgereikt aan Jas de Keijstam. In 2015 aan de Beide Harmonieën. Helaas in 2020 door de corona is dat niet gebeurd. Maar vanavond gaat na de pauze de Jonkers van der Velde Cultuurprijs uitgereikt. En de derde is, dat gaat heel leuk worden, vanavond hebben wij een mascotte. Okay. En die heet Bonnie. Bonnie, waarom Bonnie? Bonnie van Bon Salon. Ja. En vanavond zullen wij Bonnie gaan onthullen. Die zal onze als mascotte in 4 weken tijd elke keer aanwezig zijn om jou en mij op te vrolijken. Een leuk, sprenkelend iemand die de mensen opvrolijkt van, goh wat leuk dat je bij het dorpsfeest bent. Ja. En is die persoon, hij of zij, is die nu aanwezig? Die is genderneutraal. Dat moet tegenwoordig, dat weet je. Heel slim. Dus daar gaan we niet iets over vertellen. Het is ongelooflijk wat we hebben. Er is elke dag een ochtend, een middag en een avondprogramma. Kijk even in de krant, er staan nu 2 hele grote pagina's, grote advertenties. Kijk even op dorpsfeestborstel.nl. We gaan voorlezen, we gaan zingen, we gaan themaavonden houden. De ouderen komen op bezoek. Het is te mooi voor woorden. Het is werkelijk uniek. We hebben 90 activiteiten. 90 in 4 weken tijd. Zo. Waanzinnig veel. Dus komt alle en geniet ervan.